Leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kutleven. Vandaag ga ik jullie leren hoe je je oma moet pranken. Wat heb je nodig? Om te beginnen een oma. En mocht je nou geen oma hebben, dan kun je die heel makkelijk vinden op Marktplaats. Even kijken, oma op Marktplaats. Nou, hier zien we een oma. Ik kan het niet helemaal goed zien. 250 gulden ook. Oh, dat is wel grappig. Redelijk goede conditie. Puzzelen, bakken, koekjes. 'S Avonds kopje warme melk met honing. Ruikt naar zeep. Laatste tijd veel binnen gestaan, oud vrouwtje geweest. Dit lijkt mij een, nou dit is echt een prima oma. Of bijvoorbeeld Relatieplanet. Nou, daar heb je verschillende soorten oma's, relatoroma's, voorleesoma's, breiwerkoma's, sexyoma's. Welkom terug, Bas. Nee, ik ben hier nooit geweest hoor. Voor iedereen die op zoek is naar een fijne oma. Vul je gewoon in bij de leeftijd boven de 40. Goed, zodra je een oma hebt kun je beginnen met het bedenken van de prank. En daarom heb ik vandaag te gast de expert op het gebied van oma pranken. Job van DutchTuber DMG. Job, welkom. Hey Bas, welkom. Job en ik hebben dus een aantal pranks bedacht voor de beginnende oma-pranker. Job, mag ik van jou de eerste prank horen? Nou, ik had al een beetje een leuk idee. Wat je namelijk kunt doen als een soort van dubbele prank is bijvoorbeeld om haar bril te verwisselen met een bril zonder sterkte. Nou, dan ziet ze natuurlijk helemaal niks meer. Daarna verwissel je haar kunstgebit met een neprol. En als ze dan haar kunstgebit in wil doen, dan heeft ze een drol in haar mond. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is gewoon heel hard prank te schreeuwen. Zullen we dat één keer doen? 1, 2, 3... Prank! Oké, de volgende prank heeft te maken met haar rollator. Je kunt in de rollator een motortje bouwen dat je uit een radiografisch bestuurbaar autootje haalt. En als jouw oma dan de rollator wil pakken, dan doe je hem steeds een stukje naar voren zodat ze net steeds misgrijpt. Dat is een aardige prank, toch? Dat is een aardige prank. Of je voert hem op en dan kun je racen tegen een andere oma, maar moet je wel zorgen dat je oma hem goed vasthoudt. En als je oma nou geen rollator heeft, maar bijvoorbeeld een wandelstok, dan kun je de wandelstok 1,5 keer zo lang maken. Je oma denkt dan dat ze gekrompen is. Iedere dag een stukje erbij plakken. En dat een jaar lang vol proberen te houden. Dat ze op een gegeven moment niet meer bij haar wandelstok kan. Een andere prank is om haar linkerbreinaald te verwisselen met haar rechterbreinaald. Je oma heeft dan 2 rechterbreinaalden en dat worden dan hele gekke sokken of truien. Sorry, maar er zit geen verschil tussen een linker en een rechterbreinaald, Bas. Dus, Ah ja. Heb jij nog een andere prank? Wat ook een goede prank is, is om te zeggen dat je haar naar een leuke bingo-avond brengt. Maar afzet bij een meeting van een motorclub. Zorg er wel voor dat je de camera's overdag goed verstopt als er niemand is, want die gasten kunnen best agressief zijn. Ja, en de laatste alweer in het rijtje, hoe prank je oma is? Neem een tube kleefpasta voor haar kunstgebit en haal alles eruit. Daarna doe je er voorzichtig pindakaas in. Dit moet pindakaas zijn zonder nootjes of stukjes, anders heeft ze het iets te snel door. Prank! En let er dan wel op dat je die kleefpasta niet terug doet in de pot pindakaas die leeg is, want dat is niet heel erg prettig. Tenminste, dat lijkt me niet heel erg prettig. En dat waren de pranks. Hoe prank ik mijn oma? Mocht jij zelf nou nog goede tips hebben hoe je je oma kunt pranken, laat het even achter in de reacties. En wie weet, doen we er wat mee? Tenminste, misschien doet Job er iets mee. Want, wie weet. Ja, wie weet, je weet het nooit. Job, ik wil je enorm bedanken voor je hulp. Nou, graag gedaan Bas en veel plezier met het pranken van je oma. Ik heb geen oma meer. Oh. Oh, kut. Sorry man, kun je dat knippen dan? Of? Oh, fuck man, oh, kill. Nee, maar ze zijn wel echt dood. Al best wel een tijdje, ik heb geen oma's meer. Bedankt voor het kijken en mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, dan kan je dat hier doen. Verder heb ik hier nog een leuke video voor je en hier ook. En er staan nog allerlei linkjes in de beschrijving. En zoals je misschien hebt gezien in een van mijn vorige video's samen met Eno en Joost, het is belangrijk om op de linkjes in de beschrijving te klikken. Want daardoor loop je misschien een hoop mis, tenminste als je dat niet doet. Dus klik vooral op de linkjes in de beschrijving. Klik. En wil je nou meer zien van Job? Dan kun je even kijken op zijn kanalen. En dan zie ik jou graag een volgende keer bij een nieuwe episode van Kutleven.